Yo, de gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. We gaan Weekend League spelen vandaag en ik heb er zin in, want we gaan het doen met het nieuwe team dat ik gisteren heb gebouwd. Ik heb het aan Frank laten zien, dat was ook de vorige video. Hij vond het goed, had nog een paar tips en aanwijzingen en die heb ik ook doorgevoerd. En ik moet zeggen, Pavel Nedved, zo zegt de commentator het, volgens mij is het gewoon Nedved, maar Nedved, zo ga ik het ook elke keer gewoon zeggen, is echt een beest voor mij. Zijn statistieken sowieso, tuurlijk, huntenkaartje. Op advies van Frank. Is eigenlijk allemaal best wel prima, best wel lekker. Daardoor heeft hij ook 99 pace. Maximale score behaalt hij daarbij. Maar als je kijkt naar hoeveel wedstrijden ik met hem heb gespeeld. 18. Allemaal Weekend League. Ik heb al vooruit gespeeld. Jullie gaan zo de gameplay daarvan zien. Dus 18 wedstrijden, 17 doelpunten en 8 assists vanaf de linker aanvallende middenveldpositie. Heel goed. En hij is even duur als Neymar. Niet ongeveer even duur als Neymar. Hij is echt bijna exact even duur als Neymar. Het scheelt misschien 1000 of zo. Voor hoeveel ik had mijn Neymar volgens mij ook voor 596.000 gekocht. Voor iets meer verkocht. Maar hij is heel erg goed. En Aubameyang is ook weer terug in het team. En die scoort er ook weer lekker op los. En Mahrez, ik ga niet zijn Frankse naam voor Mahrez zeggen. Vind ik ook heel fijn. Ik ben eigenlijk afgestapt van Salah. En dat komt omdat Mahrez en Salah wel heel erg op elkaar lijken. Ook qua statistiek en alles. Maar Mahrez heeft eigenlijk die lekkere skill moves. Die cijfer skill moves. En iets meer stamina dan Salah heeft. Al heeft Salah weer andere dingen goed. Maar ook hij bevalt me heel erg goed. En natuurlijk. Ja. Ja. Doctor. Tell me the news. I got a bad case of loving you. Zo gaat het liedje. Je hoort het op de achtergrond natuurlijk. 18 wedstrijden, 13 doelpunten, 8 assists. Scoort minder dan in het begin. Maar dat maakt hem niet uit. Komt ook, heb ik rood meegepakt in de laatste wedstrijd. Gaan jullie nu niet zien. Mandy vind ik ook echt heel erg fijn. Ik vind hem. Ik merk niet heel veel verschil met tweede inform Alexandro. Wat niet gek is, want tweede inform Alexandro die is natuurlijk 88 rated. Maar ja, deze kaart is ook wel heel erg goed hoor, op linksachter. En ik wissel met Frashaiko en Dani Alves af. En dat komt eigenlijk omdat Dani Alves aanvallender veel beter is. En Frashaiko heeft veel meer physical. En dat is jumping vooral dat hij hoger heeft. En stamina. En hij is gewoon langer. Dus de eerste 10 wedstrijden die eigenlijk relatief makkelijk zijn. Die speel ik met Dani Alves. En dan op een gegeven moment wissel ik naar Sima Frashaiko. Blijft apart die naam. En ja, Banky, Super Subs en allemaal prima. We gaan nu naar de gameplay kijken. En ondertussen ga ik niet daar heel veel over praten. Maar eventjes praten over het fenomeen dat nu natuurlijk aan de gang is bij Weekend League. Het thuisspelen van wedstrijden. Je hebt het in mijn video's ook wel gehoord. Het zit eigenlijk zo. Op het moment dat je een wedstrijd gaat zoeken in de Weekend League. En jij wordt dus in een match geplaatst en jij ziet nog staan waiting for opponent. Dan speel jij thuis. Je speelt niet thuis als jij een wedstrijd wordt geplaatst nadat je aan het zoeken bent. En je ziet direct je tegenstander staan. Je ziet niet die badge, dat is natuurlijk het FUT Champions icoontje. Maar dan zie je die direct staan en weet je, oké, ik speel uit. En het begon er allemaal mee dat pro-spelers alleen nog maar thuis gingen spelen. Omdat zij dachten, hey, dat scheelt in de verbinding. En ik moet je zeggen, de gameplay die jullie nu gaan zien. Ik heb daar de eerste 10 wedstrijden niet op gelet. Ik ging gewoon elke keer direct spelen. Ik speel toevalligerwijs vaker thuis dan uit. Maar dat komt omdat ik best wel goede verbinding heb. Ik speel op kabel en heel veel mensen spelen niet op kabel. Dus ik denk dat ik dan misschien eerder een wedstrijd vind waar iemand anders bij joint dan andersom. Maar ik merkte ook wel dat op het moment dat ik dan uitspeelde, dat mijn tegenstander beter was. Niet dat de verbinding slechter was. De verbinding was voor mij echt top dit weekend. Ondanks dat het gisteren op vrijdag natuurlijk eventjes fout ging met de EA-servers. Niet alleen voor FIFA, maar gewoon alle servers. Van bijna alle games die lagen eruit. Gisteren heeft het de hele avond niet gedaan, waardoor het nu verlengd is. Dus dat is helemaal perfect. EA, duimpje omhoog. Ik ben trouwens helemaal vergeten te vragen of jullie een duimpje omhoog willen achterlaten bij deze video. En abonneren als jullie het nu hebben gedaan. Kom op, klein duimpje. Dat zou ik fijn vinden. Maar daardoor is de Weekend League verlengd tot maandag. En dat betekent dat ik nu op zaterdagmiddag, terwijl ik dit inspreek, al 16 wedstrijden heb gespeeld. En nog de hele zondag en de hele maandag heb voor die overige 14 wedstrijden. We moeten wel Elite 3 gaan halen, minstens dit weekend. We gaan misschien zelfs proberen te pushen voor Elite 2, maar dan zet ik misschien te veel druk op mij. Maar Elite 3, dat zou sowieso wel moeten gaan lukken, denk ik. Ja, goed, dat uit- en thuis spelen. Het begon dus allemaal met die pro-spelers die elke keer thuis gingen spelen omdat ze dachten dat de verbinding daar beter van was. Ik dacht dat zelf ook aan het begin. En ik geloof ook wel dat in sommige situaties zo is. Misschien heb ik dan toevallig nu in de wedstrijden die ik dit weekend heb gespeeld dat nog niet meegemaakt. Dat kan. Maar uiteindelijk, ja, lekte dat een beetje uit. Toen zijn YouTubers zoals ik en andere YouTubers die er ook van op de hoogte waren dat ook gaan vertellen in video's. Dus wat krijg je? Je krijgt dat eigenlijk bijna iedereen nu thuis gaat spelen. Of wil spelen. Omdat zij weten, op het moment dat ik tegen iemand speel die bereid is om uit te spelen, is dat waarschijnlijk iemand die niet
extreem veel moeite in FIFA stopt. Want in ieder geval alle goede spelers spelen thuis. Dus die proberen die op die manier eigenlijk elkaar te ontwijken. Nou ja, zoals ik zei, in de eerste 10 wedstrijden deze Weekend League heb ik dat niet gedaan. Heb ik gewoon elke keer de eerste wedstrijd gezocht die ik kon spelen. Tenzij de latency natuurlijk slecht was, dan zocht ik gewoon door. Maar ik merkte dat ik dan, als ik dat niet deed, tegen betere spelers kwam. En aan de ene kant is dat heel erg lullig van FIFA. Het is natuurlijk een beetje laf als jij elke keer een wedstrijd gaat spelen en je wil alleen maar thuis spelen omdat het dan makkelijker is voor jezelf. Maar aan de andere kant, het is ook gek om het moeilijker voor jezelf te maken doordat jij een game mechanic gebruikt die EA er gewoon heeft ingedaan, wat ze van tevoren al niet erin hadden moeten doen. Ze hebben dat vorig jaar natuurlijk gedaan, hebben ze die club badge en zo afgeschermd zodat mensen niet konden zien tegen wie ze speelden, tegen wie... tegen welke tegenstanders ze speelden en dat iedereen in zijn eigen stadion met zijn eigen kids en alles speelt. Daarover gesproken, ik heb trouwens de Brazilië kids ingesteld in de gameplay om Socrates een beetje een boost te geven. En ik vind ze eigenlijk best wel chill spelen, dus die ga ik ook gewoon houden. Maar dat hadden ze vorig jaar gefixt door dan twee van die FUT Champions icoontjes neer te zetten en dan kon je dat meer zien. En nu is deze, deze glitch, deze bug, ik weet niet of je het zo kan noemen, dit is dan weer duidelijk geworden. En ik vind heel eerlijk gezegd het helemaal prima dat mensen dat misbruiken. Ja, goed, hallo, als EA dat erin laat, dan moet je dat gewoon zeggen. Dan moet je dat gewoon gebruiken. Dat is eigenlijk hun verantwoordelijkheid om daar een oplossing voor te vinden. Want ik kan me niet voorstellen dat voor EA gunstig is dat dit nu allemaal gebeurt. Sterker nog, als je nu naar een vriend van jou of een vriendin of wat dan ook die niet FIFA speelt, maar wel andere games speelt, zou gaan en zou zeggen, ja, bij FIFA kan je zien dat je thuis speelt en iedereen wil al thuis spelen, niet uitspelen. Dus daardoor kom je eigenlijk niet zo heel veel tegen goede tegenstanders. Dan zou hij zeggen, helemaal kapot lachen en FIFA ook helemaal kapot lachen en niet eens serieus nemen. Wat te begrijpen is, want het slaat op zich ook nergens op dat mensen manier hebben gevonden om die goede spelers te ontwijken. Nou goed, dat is hoe het in deze situatie zit. Nogmaals, ik heb de eerste paar wedstrijden heb ik er geen last van gehad. En we gaan het meemaken. Ik probeer in ieder geval de andere wedstrijden na die teampotten wel dat te doen. Met het uit- en thuis spelen. En ik merk dan ook dat het gewoon zoveel langer duurt om een potje te zoeken. En dat is niet echt iets waar ik commentaar op kan krijgen. Want goed, ja, je doet het zelf omdat je dus elke keer thuis wil spelen. Dus dan kan je niet zeggen, ja, het duurt te lang. Nee, dat wil je dat lang duurt. En ik heb wel het idee dus dat helemaal nu ik wat verder ben en niet in de gameplay die jullie nu gaan zien, want ik loop al wat wedstrijden vooruit, dat het soms is dat ik echt gewoon 7, 8 minuten bezig ben met het vinden van een potje en dan ineens vind ik een potje die heel lang duurt om te laden, maar dan speel ik wel thuis en dan ga ik tegen iemand spelen die eigenlijk niet zo goed is. Dus dan ga ik bijvoorbeeld na 12 wins, hoeveel lossen zeg ik niet, maar na 12 wins kom ik dan bij de 13e wedstrijd dan, in dat voorbeeld, tegen iemand die echt niet dezelfde score heeft als wat ik heb, want ik merk aanzienlijk erg dat hij minder goed is dan ik. En misschien dat het dan wordt aangepast, dat als jij heel lang zoekt, dat de tegenstanders die jij kan vinden dan verbreed worden. Dus dat je dan niet alleen maar tegenstanders vindt met dezelfde scores als jij, maar ook spelers in dezelfde regio als jij, die bijvoorbeeld een minder goede score hebben, dat wordt verbreed. Daar lijkt het een beetje op. Dus ook al is dat het geval, dus al is dat ook het geval, dan is dat alsnog heel gunstig, want dan heb je niet alleen dat je mensen ontwijkt die goed zijn omdat ze alleen maar thuis willen spelen, maar dat je ook slechtere mensen vindt omdat je zo lang zoekt dat die zoekopdracht wordt verbreed. En nogmaals, een beetje speculeren over hoe dat allemaal werkt, maar zo voelt het van mij. Voor de rest natuurlijk het laatste weekend voor de grote patch die eraan zit te komen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb sowieso dit weekend minder first-time finesse schotjes geschoten. Minder. Mares heeft volgens mij finesse shot. Aubameyang ook. Maar Socrates en Njet niet. Die hebben wel gewoon goede curve. Dus die kunnen het wel. Maar in één keer dan een goed getimed schot schieten. Dat is dan wat moeilijker voor hen. En dat betekent eigenlijk dat ik dat minder vaak score nu. En ik speel wel heel goed. En ik score wel veel andere mooie doelpunten. Heel veel powerschoten. Zeg maar recht door het midden. Die dan goed getimed zijn. Die zie ik steeds vaker terugkomen in mijn spel. Wat positief is. Want dat is iets wat ik sowieso zou moeten aanpassen als die patch straks komt. Want dan schijnt het, het is altijd maar eventjes afwachten, dat de geplaatste schoten dus genervd worden, gepatcht worden, minder goed worden gemaakt. En dat je daar misschien niet alleen maar afhankelijk van kan zijn. Wat bij mij vaak wel het geval was, omdat ik gewoon daar het makkelijkste doelpunten mee scoorde. Het andere dingetje waar ik dit weekend heel erg mee struggle is het verdedigen. En ondanks dat we veel wedstrijden winnen, heb ik heel veel moeite met überhaupt de nul houden, laat staan, doelpunten tegenkrijgen. Ik weet niet wat het is. Vroeger
ik zeg vroeger, maar begin van het jaar was mijn sterkste punt, en dat zei ik ook zo, mijn sterkste aspect van FIFA was het verdedigen, terwijl het normaal altijd het aanvallen was. Maar ik kreeg heel weinig doelpunten tegen. Ik heb regelmatig ook tegen pro-spelers gespeeld. Jullie hebben die gameplay natuurlijk ook gezien als je toen al kijker was. Waarin ik tegen pro-spelers maar 1 of 2 doelpunten tegen krijg. En nu heb ik tegen iemand waar ik 5-0 bij voorsta, dat ik alsnog gewoon 2 of 3 doelpunten tegen krijg, wat nergens voor nodig is. Maar op een of andere manier kan gewoon iedereen tegen mij scoren. En eerst was het natuurlijk wel zo, dat weten we allemaal, dat AI-defending heel goed was. En daar maakte ik natuurlijk ook gretig gebruik van. Net zoals bijna iedereen. En nu hebben ze dat aangepast, maar nu doen ze eigenlijk helemaal niks meer. Ik heb Kondogbia en Kante en die zitten vanuit zichzelf niet meer ergens tussen. Of steken niet meer vanuit zichzelf een been uit. En Socrates, die heb ik dan nu op neutraal staan. In plaats van alleen voorin blijven of mee op verdedigen. En doordat hij neutraal staat, zakt hij wat verder in. Dus wat ik nu elke keer doe, is gewoon Socrates selecteren. Kondogbia en Kante loslaten. Dus wel weer het AI defenden. Maar ook dat is niet zo extreem effectief meer. Wat wel goed werkt, is de 4-3-4 die Frank mij heeft aangeraden. Kon je ook zien in de vorige video met welke instructies daarbij gebruik. En op een of andere manier weet ik een voorsprong beter vasthouden met de 4-3-4 dan met de 4-2-3-1. En dat komt misschien omdat je centraal verdedige middenvelders wat verder naar voren staan. En omdat je aanvallers wat verder naar voren staan. En omdat Socrates, die dan op 10 staat, een beetje als spits fungeert. Want daardoor heb ik minder moeite met de bal in de ploeg houden. Kan ik dus meer balbezit houden, langer over mijn aanvallen doen. Waardoor ik dus ook minder doelpunten tegen krijg. Wat uiteindelijk allemaal weer gunstig is. En wat ik ook doe dit weekend. Ik noem eventjes een heel lijstje op. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen waarderen. Wat ik ook vaker doe dit weekend is eerder switchen naar druk zetten met of heavy touch. De slechte aanname van je tegenstander. Of balverlies. Dus possession loss. Dat ik daar naartoe switch vanaf de 60ste minuut. Soms al de tweede helft. Omdat ik nog steeds, ook als mijn tegenstanders het doen, die tactiek, merk dat ik aan het einde van de wedstrijd eigenlijk te veel stamina over heb. Het is niet een probleem dat je heel vaak hoort, een beetje een luxe probleem. Maar dat betekent dus dat ik vaker na de eerste helft al moet wisselen aan iets met druk. Omdat ik anders niet optimaal gebruik maak van mijn stamina. Dat mijn spelers dus in de 90ste minuut nog echt wel 10 minuten of 20 minuten door hadden kunnen gaan. Wat gunstig is als je nog een verlenging moet spelen. Maar als jij voorstaat, is soms de beste manier om een voorsprong vast te houden door ook zelf met druk te gaan spelen. Want daardoor win je elke keer die bal weer terug. Als je hem verliest, kan je tegenstander moeilijker aanvallen opbouwen. Krijg je dus minder losses tegen. Ja, jullie snappen het allemaal. Ik hoef het natuurlijk niet zo uitgebreid uit te leggen. Maar dat is eigenlijk waarmee ik experimenteer. Het gaat heel goed. Ik speel lekker, ik vind het leuk spelen met het nieuwe team. Dus dat is helemaal voordelig. En we gaan meemaken hoe het de komende dagen eraan toe gaat. Zondag, morgen dus, en maandag kunnen we nog een weekendleague doen. Wat fantastisch is, was dat maar elk weekend het geval. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. Blauwduimpjes ook super top vinden. Je kan natuurlijk ook abonneren als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie allemaal later. Joejoe!